De medische wetenschap heeft zich de afgelopen eeuwen razendsnel ontwikkeld. Zo vond men een antwoord op scheurbuik, micro-organismen en infecties. En ontrafelde men de structuur van DNA. We krijgen dus steeds meer vat op ziekten en worden dan ook steeds ouder. Helaas stijgt niet alleen onze levensverwachting, maar stijgen ook onze zorgkosten. Zo stegen de zorgkosten als deel van het BBP van 8% in 1972 naar 13,2% in 2010. En naar verwachting loopt dit op tot 31% in 2040. Als we ons zorgniveau ook in de toekomst willen handhaven, dan moeten de andere collectieve uitgaven met een kwart krimpen. Dat zijn de begrotingen van het ministerie van Onderwijs, Defensie, Infrastructuur en Veiligheid en Justitie samen. De financiële situatie lijkt nu al onhoudbaar en er wacht ons nog een enorme uitdaging. 100.000 Nederlanders krijgen per jaar de diagnose kanker, waarvan 40% de strijd zal verliezen. 2,3 miljoen Nederlanders kampen met reumatische aandoeningen, van wie 50% jonger dan 65 jaar. En dan hebben we het nog niet gehad over de epidemie van de 21ste eeuw, dementie. Men verwacht dat rond 2040 500.000 Nederlanders dement zullen zijn. Er is maar één uitweg. Zorg moet goedkoper en zorg moet beter. De topsector Life Sciences and Health kan het tij keren. Voorbeelden bewijzen dat. Prostaatkanker treft in Nederland jaarlijks 10.000 mannen. De nieuwe brachytherapie vermindert bijwerkingen, verkort de behandelperiode en de patiënt kan weken eerder weer aan het werk. Per jaar ondergaan 14.000 Nederlanders een open hartoperatie. Better in, better out geeft patiënten ademhalingstherapie voor de operatie, waardoor longcomplicaties minder vaak optreden. En er liggen nog talloze waardevolle oplossingen in het verschiet. Veel Nederlandse nierpatiënten moeten om de dag 3 tot 4 uur naar het ziekenhuis voor dialyse. Over 5 tot 10 jaar kan de draagbare kunstnier een groot deel van de patiënten een betere behandeling bieden en ze hun vrijheid teruggeven. Door te investeren in wetenschappelijk onderzoek leren we nog beter hoe ziekten ontstaan en hoe deze te bestrijden. En omdat voorkomen nog beter is dan genezen, investeren we in preventie, in gezonde voeding en stimuleren we voldoende beweging. We investeren in de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek, imaging, geneesmiddelen en therapieën. Met gevestigde life science parks als Camelot, Hightech Campus en Leiden Bioscience Park en opkomende parken in onder meer Utrecht, Os, Amsterdam en Groningen is onze topsector van wereldformaat. En niet alleen Nederland, maar een wereldwijde markt wacht vol ongeduld. Wie oplossingen heeft, vindt de wereld aan zijn voeten. Dan betalen we in de toekomst niet alleen voor zorg, maar verdienen we er ook aan. Investeer dus nu in Life Sciences and Health voor een gezond en welvarend Nederland.